Welkom allemaal bij de cursus over PowerPoint. Les 5. Diavoorstellingen presenteren. In deze les gaan we eens kijken naar wat we met diavoorstellingen allemaal kunnen, want er zijn heel veel verschillende mogelijkheden. Ik heb PowerPoint al geopend en jullie zien hier nu een lege dia. Ik heb er even een achtergrondkleur aan toegevoegd via achtergrond opmaken en dan met een kleurovergang, zodat jullie dat ook hebben gezien. En laten we nou eens gaan kijken wat we allemaal met diavoorstellingen kunnen. Daarvoor ga je naar tabblad diavoorstelling. En daarna zie je dus heel veel verschillende opties. Je ziet ondertitels, monitors, instellen, diavoorstelling, starten. In de eerdere lessen hebben we hier al naar gekeken. Maar om eens terug te komen op bijvoorbeeld online presenteren. PowerPoint biedt de mogelijkheid om online te presenteren. Hoe gaat dat dan? Nou, dan klik je er gewoon op. En dan staat er een optie verbinding maken of annuleren. En hier heb je nog een optie om de externe kijkers in staat te stellen de presentatie te downloaden. Dus zodra je deze presentatie online houdt, hebben zij de mogelijkheid om hem of te downloaden of niet te downloaden. Dus dan kan je daar ook voor kiezen. En dan maken we verbinding. Maar let op. Hij heeft dus nu een koppeling gecreëerd en deze koppeling dien je te delen met bijvoorbeeld je collega of je studenten. Noem het op, dat kan je doen door hem bijvoorbeeld te gaan kopiëren en via Teams naar ze te verzenden of je stuurt even een mail naar de hele klas. En vervolgens, zodra zij op deze link klikken, komen ze in een online omgeving, gewoon een soort website. En dan ja, daar volgen ze dan als het ware jouw beeld. Let op. Tijdens het presenteren deel je alleen je beeld. Je deelt geen geluid. Dus houd daar rekening mee. Dus dan kan je voor kiezen om hem te gaan starten. En dan et cetera volgen hun dat zo. Zodra we dan hier ook gaan verder kijken, zie je hier weergave voor presentaten gebruiken. Die kan je dan aanzetten. En je kan ook notities delen met de vergadering. Als je iets in OneNote hebt gemaakt. Of je kan ook via hier uitnodigingen gaan verzenden. Oké. Online presentatie beëindigen. Oké, wat hebben we hier verder? We kunnen een aangepaste voorstelling maken. Om dat te laten zien, voeg ik even twee afbeeldingen toe. Met Shift selecteer ik ze beide. Oké, deze dupliceer ik eventjes. We hebben dus nu twee afbeeldingen en zoals ik al eerder heb aangegeven, PowerPoint Designer springt niet altijd bij. Dus je kan hem ook zelf aanzetten en daarvoor ga je naar ontwerpen. En dan klik je hier rechtsboven bij Designer op ontwerpideeën. En vervolgens kunnen we kiezen uit een ontwerp. We kunnen ook meer ideeën ophalen. Bijvoorbeeld deze kunnen we kiezen. En hetzelfde kunnen we ook hier doen. En laten we gewoon iets makkelijks nemen. Bijvoorbeeld dit of deze. Oké, en als ik deze nou eens weer kopieer en hem hier neerzet, dan hebben we verschillende dia's. En dus daarvoor gaan we weer naar diavoorstelling en dan gaan we een aangepaste diavoorstelling maken. Dan zeg ik hier nieuw. En dan hebben we dus drie dia's. Die gaan we toevoegen aan onze aangepaste voorstelling. En dat ga ik nu aangeven van ik wil dat na dia 1 dat dia 3 komt. En daarvoor klik je op omhoog. Dus nu heb je een aangepaste diavoorstelling gemaakt. Terwijl alle dia's nog steeds zo staan. Oké, en dan ga ik als eerst deze foto zo verplaatsen, zodat we ook daadwerkelijk zien dat het gaat gebeuren. En dan ga je dus naar aangepaste voorstelling 1 en dan klik je daarop. En dan zul je zien dat hij van dia 1 naar dia 3 gaat en daarna pas naar dia 2. Dus zo kan je een aangepaste diavoorstelling maken. We kunnen ook een diavoorstelling instellen. Hier heb je bijvoorbeeld een afspeeloptie.
herhalen tot op Esc wordt gedrukt. Dan herhaalt hij de presentatie totdat jij op Esc drukt. Voorstelling zonder gesproken tekst. Voorstelling zonder animatie. Dus je kan als het ware je animaties helemaal in één keer uitschakelen. Om dat te laten zien zal ik even een pictogram erin toevoegen. Bijvoorbeeld. We hebben dit en we voegen er een animatie aan toe. Dat we doen. We hebben dus een animatie eraan toegevoegd. Binnen zweven. En we kunnen dus via die voorstelling. Ik start hem nu even. Zodat je ziet dat het werkt. En via hier kunnen we dus in één keer zeggen. Voorstelling zonder animaties. Klaar. Ik wil het niet. En dan schakelt hij alle animaties af. Dus die mogelijkheid heb je hier. Daarnaast kan je ook een penkleur instellen. En een kleur van laserpointer. Die je weer kan gebruiken tijdens. Diavoorstelling met presentatorweergave. Je kan bepaalde dia's, ja, zoals ik net al heb aangegeven, kan je selecteren die je wilt laten zien. Of je maakt een aangepaste voorstelling. Zoals jullie net hebben gezien, moest ik eerst hierop drukken om die presentatie te starten met een aangepaste voorstelling. Maar je kan dus ook via hier gewoon aangeven dat je altijd die indeling wilt gebruiken. En dan werkt dat ook zo. Oké. Verder kunnen we ook nog dia's verbergen. Dus we kunnen gewoon dia's verbergen die we niet zichtbaar willen hebben. Dan sta je op de dia die je wilt verbergen en dan klik je op dia verbergen. En dan zul je zien dat die doorzichtiger is geworden. En zodra we dan nu die presentatie starten, wordt die ook niet meer zichtbaar. Want ik ga nu van dia 1 naar dia 3. Oké, dan hebben we hier nog tijdsinstellingen voor try-out. En ja, wat dit inhoudt, kan ik gewoon simpelweg laten zien door erop te klikken. Je ziet hier momenteel een tijdklok. En die telt als het ware hoe lang jij op deze dia aanwezig bent. En wanneer jij gaat switchen naar de volgende. Dus als ik nu doorga. En dan wacht ik hier ook even een tijdje. En dan ben ik nu klaar. En dan zegt hij, de totale duur van uw diavoorstelling bedroeg 16 seconden. Wilt u de tijdsinstellingen van de nieuwe dia opslaan? Dan zeg ik ja. En dan heeft hij hier een nieuwe tijdsinstelling gehanteerd die gebaseerd is op mijn try-out. Oké, en nu gaan we kijken naar diavoorstelling opnemen. Dus we gaan nu een diavoorstelling opnemen en daarvoor klik je hierop opnemen vanaf begin of vanaf huidige dia, wat je zelf wilt. En nu gaan we letterlijk een dia opnemen, ook met geluid. Dus dan klikken we hier op opname starten. Hier heb je de mogelijkheid om je microfoon in te schakelen, uit te schakelen. Je kan je camera inschakelen. En als je dat doet, dan zie je zelf hier en dan word je gefilmd door je webcam. En als voorbeeld kan je dan, om die voorbeeld te starten, moet je dan hierop klikken. Nu gaan we hem opnemen. Telt hij af van 3, 2, 1. En alles wat ik nu doe, wordt bijgehouden. Ook microfoonopnames zijn van start. Dus laten we eens markeringen maken. Zo. En dan gaan we naar deze dia. En dan maken we hier ook wat leuks. En dan zeggen we nu bijvoorbeeld stoppen. Je kan het ook uiteraard wissen. Als je bijvoorbeeld een som wilt laten zien of iets dergelijks. Verzin van alles en nog wat, hè. Ik heb hem gestopt. Ik druk nu op Esc. Om eruit te komen. Vervolgens ga ik weer naar dia 1. Ik kijk of animaties, voorstelling zonder animatie, of die niet aanstaat. Want als deze aanstaat, dan ga je natuurlijk niet zien wat jij hebt gedaan. En alles wat ik nu doe, wordt bijgehouden. Ook microfoonopnames zijn van start. Dus laten we eens markeringen maken. En dan maken we hier ook wat leuks. Dus dat was het even om het even te laten zien. Zo kan je dus een dia opnemen en als je deze presentatie dan naar iemand toestuurt en hij start hem gewoon, dan kan hij elke dia zelfstandig doornemen.
Simpel toch? En als laatste wil ik nog gaan kijken naar ondertitelingen. Om ondertitelingen te gebruiken tijdens het presenteren. We gaan nu klikken op instellingen voor ondertitels. En dan zie je hier gesproken taal staan. En ja, dan heb je de verschillende keuze. Je ziet helaas geen Nederlands staan. Dus je kan niet vanuit het Nederlands naar iets anders vertalen. Misschien bij jouw laptop of ja, MacBook wel. Maar ik ga dus iets in het Engels in moeten spreken. Engels Verenigd Koninkrijk. En dan wil ik dat het wordt ondertiteld naar het Nederlands. Hier kan ik ook nog eens microfoon instellen. Ik selecteer dus mijn USB microfoon in plaats van mijn microfoon van mijn laptop. Dus dat heb ik dan ook gedaan. En daarnaast kunnen we ook nog gaan kiezen waar die ondertiteling zichtbaar moet zijn. Maar ja, dat wordt beter duidelijk als ik het laat zien. Vanaf begin selecteren we hier ook. En dan gaan we hier naar beneden. En dan klik je hierop. Oeps. We moeten eerst nog die tijdsinstellingen uitschakelen. Anders blijft hij dus dat doen. Ondertiteling. My name is Levent. I hope you find this lesson educational. After this lesson, there are two more lessons. Are you going to check those two? Je ziet het is niet helemaal ideaal. Maar dan zul je vast afvragen van hoe heb je dat allemaal gewijzigd? Waarom zien we tekst in het groen staan? Oké, en daarvoor ga je dus naar meer instellingen. En dan kom je dus in instellingen van je computer. En dan kan je hier dus selecteren voor achtergrondkleur. We kunnen kiezen standaard. We kunnen kleur van ondertiteling ook standaard kiezen. Ja, vensterkleur kunnen we ook standaard nemen. En venstertransparantie ook standaard. En dan als we weer terug gaan. Hello everyone, my name is Levent. Je ziet het, nu heb je dus alleen een witte tekst. De vertaling is niet altijd ideaal. Zorg ervoor dat je niet in een omgeving werkt of presenteert waar veel omgevingsgeluiden zijn. Want dan zul je zien dat de vertaling nergens op slaat. Maar dit was het dus voor ondertitelingen. Je kan hem ook hier altijd gebruiken. En dan wil ik het nog even over de laatste dingen hebben. Betreft diavoorstellingen. Zoals jullie net hebben gezien, had hij een bepaalde tijdsinstelling aangehouden. En die had ik dus aangezet via overgangen. En dan heb ik dit uitgeklikt. Maar je kan ook naar diavoorstelling gaan. En dan kan je tijdsinstellingen gebruiken. Helemaal afschakelen. Of je gaat naar wissen. En dan klik je op tijdsinstelling voor huidige dia wissen. Of voor alle dia's wissen. En dan kun je dus opnieuw doen. Terugkomend op dit geluidssymbool zou je deze misschien ergens anders willen hebben. Je kan hem eventueel ook uit de presentatie zetten of je zou hem graag in een andere kleur willen. Dubbelklik je erop. Ga je naar correcties. Dan maak je hem bijvoorbeeld wit, zodat het minder opvalt. En nu wil ik jullie ook even laten zien hoe je opnemen als tabblad kan toevoegen. Dan klikken we op opties. En dan selecteren we lint aanpassen. En dan gaan we naar beneden toe en dan vinken we hier opnemen aan. En dan ook. Nu verschijnt er een tabblad opnemen. En ja, hier heb je eigenlijk alles wat te maken heeft met opnemen in plaats van dat het onder diavoorstelling staat. En wat we dus nu ook kunnen zien is dat we deze video, oftewel diavoorstelling, kunnen we gaan exporteren. Bijvoorbeeld publiceren naar stream. We kunnen de presentatie een naam geven, we kunnen er een beschrijving aan toevoegen en we kunnen iedereen in de organisatie toestaan deze video te bekijken. Plus je kan ook nog eens dit bestand erbij gaan uploaden. Hoe vet is dat? Alles onder één tabblad. Uw dia's, handouts en notities in PowerPoint afdrukken. Om uw presentatie af te drukken, klikt u op bestand of u klikt direct op Ctrl-P. En dan komen we direct in dit scherm. Dus gebruik gewoon die sneltoets. En dan kunnen we hier bijvoorbeeld een printer selecteren. Nou, ik heb er al eentje geselecteerd staan. En dan hebben we hier de verschillende opties. Alle dia's afdrukken. Of huidige dia afdrukken. Aangepast bereik.
Maar we kunnen ook 6 dia's horizontaal afdrukken. We kunnen voor een liggende afdrukstand kiezen, maar ook voor een staande afdrukstand. We kunnen kleur kiezen. We kunnen puur zwart-wit kiezen. We kunnen ervoor kiezen of we het gesorteerd willen afdrukken of niet. En ja, in de printereigenschappen kan je ook nog van alles en wat, zoals enkelzijdig of dubbelzijdig afdrukken, kiezen. Dus daarvoor moet je hier wezen. En om overzicht af te drukken, dan klik je hierop en dan zie je hier dus notitiepagina's staan en overzicht. En ja, als je dan notities hebt gemaakt, dan kan je notities afdrukken. Maar voor ons is het nu dia's. Daarnaast kan je de gewenste hoeveelheid sets via hier veranderen. Ook kan je koptekst en voetteksten op het laatste moment nog toevoegen, zoals datum, tijd, dianummer, voettekst, etc. Dat kan je er nog even snel bij doen. Dan wil ik jullie nog één ding laten zien over dit onderwerp. En dat is dan als we hierop klikken. Dan kunnen we ook bijvoorbeeld hier er nog voor gaan kiezen om opmerkingen die we hebben gemaakt. Of we die wel of niet willen afdrukken. Die keuze hebben we hier dus nog een keer. Dus dat kan je dan via hier nogmaals op het laatst aanpassen. Automatische presentaties maken. Dus nu gaan we even kijken hoe dat moet. Dan klikken we op dia voorstelling instellen. En dan zien we hier de drie opties staan. Selecteer met een spreker als je wilt dat personen die de dia voorstelling bekijken zelf kunnen doorgaan naar de volgende dia's. Bekeken door één persoon als je de dia voorstelling wilt weergeven in een venster waarin de personen die de voorstelling bekijken niet zelf kunnen doorgaan naar de volgende dia's. Of selecteer bekeken in kiosk als je de dia voorstelling wilt herhalen totdat de personen die deze kijken op ESC drukken. Dus deze drie verschillende opties heb je. En dan kan je het zo automatiseren. Dit is het einde van les 5. Bedankt voor uw aandacht.